Het KNMI gaf voor woensdag 3 januari code Oranje af voor Noord-Holland. Er werd gewaarschuwd voor windstoten van 100 tot 120 km per uur. Aan de kust kon de wind soms 130 km per uur halen. In Heilo was er beperkte stormschade, hier en daar een afgebroken tak of een weggewaaid bord. Door de storm hadden vliegtuigen op Schiphol de grootste moeite om netjes te landen. Ook daar kwamen zware windstoten voor tot meer dan 120 km per uur. Eén piloot achtte het niet veilig genoeg te landen en besloot een doorstart te maken.